met Jacques Brel te spreken. Iedereen heeft in het leven maar één talent nodig. Het talent om je droom te vinden. Stap 1 in wat de wijkcultuurhuizen doen, is mensen de mogelijkheden bieden om dicht bij huis hun talent te ontdekken. Door te struikelen over de kunst kan iedereen zijn talent vinden. Want heb je eenmaal je talent ontdekt, dan kan je daar plezier, levenslust en kracht uit putten. Hoeveel geworstel het uitwerken van je talent ook vergt. Het ontdekken van je talent kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door het volgen van cursussen, workshops, ontmoetingen met inspirerende kunstenaars, amateurkunsteducatie, het zien of horen van adembenemend werk. Maar hoe je je talent ook ontdekt, je vindt het bij jezelf. Liefst om de hoek van waar je woont. Zo ontwikkelen mensen hun creativiteit. En niet alleen als je jong bent, ook midden in het leven of in de herfst ervan kun je jezelf verbazen. Heb je je talent eenmaal gevonden, of meerdere talenten zelfs, dan kan dat groeien. Je hoort het in ieder geval inderdaad vaak dat het in de stad zich afspeelt, maar nu is het in een wijk, zeg maar, een soort groot dorp, ja. Ik bedoel, het zit overal. Het zit echt niet een soort concentratie, talent daar en verder niet. Zou je lachen? Zou je schreeuwen? Dit is die prijs. Ga eraan meedoen, want vorig jaar hebben die gewonnen en kijk waar ze nu zijn. En zo werden we eigenlijk heel erg gestimuleerd om mee te doen. Nee, we zijn er echt wel heel ver mee gekomen. We hebben allemaal studio-opnames gewonnen en daardoor zijn we heel veel gaan optreden. Nee, we hebben er echt heel veel mee bereikt. De heuvel op. Hé, Maximus. Ik zei niet dat het makkelijk was. Maar als je het echt wilt, dus niet een beetje, of wel leuk, of alleen tussen 4 en 5, of kan ik even op de bank, want ik ben zo moe, je moet er wel iets voor over hebben. Ja, ik vind het heel fijn, zeg maar, dat het gewoon inderdaad in de buurt is georganiseerd. Want ik zou denk ik nooit zo uit mezelf zijn van, oh, ik ga even kijken of er een talentenjacht of zo ergens in Nederland is. En nu is, zeg maar, nu hoef ik er niet eens naar op zoek. Het kwam, zeg maar, naar mij. En dat vond ik echt heel fijn, want daardoor ging ik ook echt over nadenken. Zo van, ja, wil ik hier aan meedoen? En ook via school. Dat is een grote stap. Want als de docent niet had gezegd van meld je aan en voor een opdracht, dan hadden we het waarschijnlijk niet gedaan. Had ik er niet eens van gehoord. Nee, ik waarschijnlijk ook niet. Ik vind het meedoen zelf heel belangrijk, omdat je daar al zoveel van leert. Ik bedoel, wij geven zo meteen ook aan de bands die meedoen en ook niet doorgaan, geven wij ook feedback en zeggen we ook dingen waar ze dingen kunnen verbeteren. En je hebt al aan het meedoen, dan kan je al zoveel hebben en zoveel meer leren. En dat je daarna weer denkt misschien van, oh, we kunnen het wel. En nu op die verbeterpunten. En wie weet komt er daarna nog iets veel mooiers uit. Groeien onder professionele begeleiding of door inspirerende ontmoetingen met professionals. Groeien door het talent met anderen te delen, omdat het een podium krijgt. En dan heb ik het geluk dat ik iemand ben die heel ondernemend is. Dus ik ging dan zelf maar uitzoeken hoe moet ik rappen, waar moet ik opnemen. Maar heel veel jongeren hebben dat stukje net niet. En dan hebben ze wel van, ik wil rappen. Maar als er niemand in hun buurt is om hen daarbij te begeleiden, dan vervliegt die droom heel gauw. Dat heeft ook met hun zelfvertrouwen te maken, maar ook hun invloed op de jongeren om hun heen. DJ Ara, die kwam hier om zelf gewoon zijn rap ding te kunnen doen. Ik denk dat hij nu 1,5 jaar, 2 jaar hier bezig is. Maar nu is hij zelf een soort coach voor de jongeren om hem heen. Met hoe meer kunstenaars je samenwerkt, hoe meer techniek je leert, hoe meer je er ook achter komt wat ligt mij. Welke vormen van kunst passen bij mij of wat daagt mij uit? Wat is de vorm van kunst maken waarvan ik denk van, ah, dat vind ik leuk. Je kunt heel erg je eigen identiteit ontwikkelen als kunstenaar, juist door met heel veel verschillende kunstenaars te werken. Het kan heel erg motiverend zijn ook. Dat was voor ons ook. Ja, we begonnen hier. Wij begonnen hier. Hier. We zijn eigenlijk de band gestart door de grote prijs. Ja. Ja, het is nu niet zozeer de prijzen die je krijgt die je helpen echt de wereld, maar het is meer het gevoel van, oh shit, we hebben iets bereikt. En de motivatie die je aan het denken gaat brengen van, maar hoe kunnen we dit voortzetten? Brel zei, talent is zin hebben iets te doen. Wij cultuurhuizen ontdekken en ontmoeten in de wijk veel talent. Heel veel mensen die nog meer zin hebben om iets te doen.
Wij cultuurhuizen ondersteunen talentontwikkeling. Kijk, dit is natuurlijk een momentopname. Het gaat eigenlijk natuurlijk ook grotendeels over die uren die ze in die garage maken. En hoe krijgen wij ze nou zover dat ze dat doen en dat ze dat met elkaar aangaan. En vervolgens opnieuw die stap durven te zetten om dat aan andere mensen te laten horen. En te zeggen, kijk, hier ben ik en wij hebben hier heel hard aan gewerkt het hele jaar. Naast het ontwikkelen van talent helpen de wijkcultuurhuizen de wijkbewoners elkaar te ontmoeten en verbinding te maken. Ze zorgen voor meer participatie en vergroten zo de samenwerking van betrokkenen in de wijk. Het Vierluik Wijkcultuurhuizen in Utrecht is een initiatief van Zimmick Theaters Witte Vrouwen, Zuilen en Stefanus. Zimmick Maatwerk, De Vrijstaat, Cultuur 19, Het Wilde Westen en Jongerencultuurhuis Kanaleneiland. MUZIEK